zaterdag 14 april is het dan weer zover. Het ijssportcentrum in Tilburg staat dan in het teken van de Oosterse sferen. Het Sky IJsgala. Wij geven u alvast een voorproefje op de show. IJsgala, het komt er weer aan, hè? Ja, het komt er weer aan. 14 april is onze show. Ons jaarlijks IJsgala van kunstschaatsvereniging Sky uit Tilburg. Dit jaar ook weer veel getraind? Heel veel getraind. Vanaf september zijn alle leden volop in beweging. Iedere zondagmorgen om weer een mooie show neer te zetten. Nou, draait het bij Sky hoofdzakelijk om het gala. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook andere activiteiten, hè? Ja, we hebben in eerste instantie ook techniektrainingen voor alle kinderen, zodat ze diploma kunnen schaatsen van de KNSB, van de Schaatsbond. En daarnaast hebben wij wel hele leuke activiteiten, zoals de Sinterklaasviering, een kamp en dergelijke, sponsorrit, om ook wat geld binnen te halen voor die activiteiten. Dus er is volop vertier. Is schaatsen nog actueel in Tilburg? Ja hoor, prima. We hebben 70 heel actieve leden. En ja, daar zijn we heel erg blij mee. Het ledenaantal mag groeien, dus als er nog nieuwe schaatsers bijkomen, zijn ze welkom. Nou, zoals je al zei, aanstaande zaterdag 14 april is het zover. Het Sky IJsgala, dit jaar met als thema? Oriental Express. We gaan een reis maken naar het Verre Oosten. Dus echt in Oosterse sferen. Jong en oud doet mee aan het gala? Ja, al onze leden doen mee. De kleinste die zijn 4, 5 jaar. En de oudste ongeveer 20. We hebben geen leeftijdsgrens, maar dat is wel een beetje nu het oudste lid. En die doen allemaal mee. Die zetten allemaal het beste beentje voor. Dus, en het gaat hier achter ons gebeuren? Het gaat hier in het ijsportcentrum in Tilburg aan de Stappengoorweg gebeuren. Zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Die zijn op dit moment nog bij de voorverkoopadressen die op onze website te zien zijn. En die site is www.ijsgala.nl. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Brigitte, de laatste repetities hier, hè? Ja, bijna wel. Dat klopt. En hoe staan ze ervoor? Ze staan er hartstikke goed voor. Zoals elk jaar komt alles weer goed. Ook dit jaar met een kleine onderbreking van een hele mooie baby voor onze hoofdtrainster Karin. Was wel even een beetje schrikken, maar het gaat verder helemaal goed. Ja, dus het loopt allemaal volgens planning? Het gaat bijna allemaal volgens planning, op de baby na. Maar we nemen gewoon de training over met een paar mensen en dan gaat het goed. Ja hoor. Dit jaar de show in het teken van Oriental Express. Geisjes, rikshas, draken. Ja. Spectaculaire show. Ja, een keer een hele andere wending. In plaats van een muziekthema is het nu echt een bepaalde werelddeel. En ja, het is weer echt even anders, maar leuk. Heel erg leuk. Nou hebben we jullie net gefilmd tijdens het trainen. Ging het goed? Ja, we hebben een paar dingen verbeterd, maar nu gaat het wel goed, vind ik. En met jou? Jawel, het gaat de goede kant op. Heb jij er ook vertrouwen in? Jawel, de eerste nummer wel sowieso. Alleen de laatste is nog een beetje veel werk, denk ik. Dit zijn de reacties die ik vorig jaar natuurlijk ook kreeg. Toch allemaal nog een beetje eng. Maar vorig jaar is het ook helemaal goed gegaan, toch? Ja, komt altijd weer goed. En die spanning werkt altijd wel mee, dus dat is wel heel leuk. Ja. Nou heb ik begrepen dat er nog kaarten te koop zijn. Dus mensen kunnen nog naar jullie komen kijken? Jazeker. En dan kunnen ze, als ze naar de website gaan, naar www.ijsgala.nl, daar zie je alle voorverkoopadressen. Of ze kunnen zelfs nog aan de kassa een kaartje kopen, als het nog niet uitverkocht is dan. Nou, ik wens jullie in ieder geval
heel veel succes tijdens de show. En maak er weer iets moois van. Maar daar ga ik vanuit. Ja, dat gaan we zeker doen. Okay.